Marianne Vos in de uitsprint. Oh, gaat het lukken? Dit is spannend. Wordt het Vos? Nee. Oh, nee. Dijkman. Ik denk dat Dijkman hier wint. Ja. Wat een sensationeel einde bij de dames. En wat een drama bij de heren op deze eerste koersdag van de Tour de France. Waarbij Marianne Vos op de meet werd geklopt en Leontien van Moorsel in het tv-scherm kroop hier. De tweevoudige winnares van de Tour de Féminin vandaag te gast. En Louis de la Haye, die kennen we natuurlijk van Jumbo. Die kennen we als trainer in het triathlon. Maar maakt vooral furoren de laatste jaren als trainer van Annemiek van Vleuten. Die wint alles wat los en vast is. Wat is het geheim? En Gert Jacobs natuurlijk, die heeft vandaag zijn hart opgehaald op deze eerste dag van de Tour. Of niet, Gert? Ja, ik wel. Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Klopt helemaal, zegt hij, want Thibaut Pinot was bijna uit koers. We gaan het erover hebben, want Maurice Jesse en Tom Reinders die staan helemaal klaar, steriel in Nice. We zijn blij dat we weer kunnen. 3 weken lang komen we naar jullie toe in Tour de Lembourg. Tour de Lembourg. Vol op het gas, laat alles maar los, laat alle klokken maar luiden. Daar is hij weg, daar is het echt. Kijk nou dat dit niet gewoon. Over de heuvels, maars door het bos, zullen we daar in het zuiden. Voor die verreden, de zon op de knieën, uur geef aan daar dan die. Ja, nu ze denkt, wat zitten ze daar leuk in Carcassonne. Het is gewoon het hele mooie, nieuwe, gerenoveerde maankwartier in Heerlen. Op het Maanplein zitten we. En daar hebben we genoten van een eerste koersdag. Want wat gebeurt er veel? En wie had dat kunnen denken, Leontien van Moorsel, dat we beter weer zouden hebben in Heerlen dan in Nice? Ja, daar was het heel regenachtig. Ik vertelde net tegen deze heren aan tafel van, ik ben blij dat ik vandaag niet heb hoeven te koersen. Enge afdaling, met regenweer, dat was niet mijn sterkste kant. Ja, Louis de Haye, want het is natuurlijk wel een wedstrijd die eigenlijk bijna bepaald wordt door de angst. Ja, zo kun je het ook wel zeggen. Want wat was het moeilijk vandaag? Nou, het was vooral heel erg glad en wat je goed zag, vooral in de mannenwedstrijd. Ja, dat ze eigenlijk gewoon de koers neutraliseren na een aantal valpartijen, wat ik denk dat een hele goede beslissing was. Want anders waren er gewoon al favorieten uitgeschakeld geweest. En dat is niet, denk ik, wat je wil. Ja, want het was super gevaarlijk. En daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Want is er dan op tijd geneutraliseerd? Had het misschien wat eerder moeten? Eerst gaan we naar de koers van de dames. Want hier komen ze. Er werd lang gesproken over het aantal kilometers in de wedstrijd. Was dat niet veel te laag met 96? Maar daardoor was het wel eigenlijk al vanaf het begin heel erg leuk en heel erg spannend. En ging het er vanaf het begin eigenlijk al heel erg hard aan toe. We zitten hier op de Côte Rimier. En het is natuurlijk Annemiek van Vleuten die de koers openbreekt. Ze krijgt sterke rensters mee. Wie zijn dat dan? Dit is de wereldkampioene, is er altijd bij Europees kampioen geworden nog afgelopen week. Dit is de tweevoudig winnares, Marianne Vos van La Course. En hier is Demi Vollering. Ze was afgelopen jaar nog de beste in de diepstraat in IJsden bij de Volta Limburg Classic. Nu spreekt ze met haar ploegleider Bart Vaas van Parkhotel Valkenburg. Want Demi mag gaan sprinten voor de overwinning. We zitten op de Promenade des Anglais in Nice. En hier is het Longa Borghini die aangaat. En Marianne Vos die moet dan inderdaad antwoorden. Die gaat erachteraan, maar het is nog zo ver. We hebben de Olympische Spelen van 2012 nog in gedachten. Toen was het Vos tegen Armestead. En Armestead die weet dat ook nog. En weet, nu ga ik vandaag mijn revanche halen. Ik ga Vos hier op de meet erop en erover leggen. Het is een banddikte, maar Armestead die nu koerst onder de naam Danien, die verslaat de Brabantse. Het zijn een aantal centimeters, maar de Engelse is de beste. En zo is het dus voor de tweede keer in de historie van La Course dat er geen Nederlandse wint. U ziet het kleine verschil en u ziet ook dat de grote verrassing van vandaag Demi Vollering heet. Want wat doet ze dat goed? Ze staat op het podium, de dame van Parkhotel Valkenburg. Heel goed, Demi. Het was echt heel zwaar.
Ik had het op de klim al heel erg zwaar, maar ja, ik wist als ik erbij blijf, dan kan ik sprinten voor de overwinning. Ik kon er gelukkig aan blijven en het werd een sprint. En een derde plek ben ik heel tevreden mee. Ja, Demi dus heel erg tevreden. We kunnen kijken naar de uitslag van deze dameskoers, van La Course dus 2020. Hier komen ze en dan zien we vooral dat de dames van Boel Doolmans eigenlijk de slag volledig hebben gemist. Want inderdaad, Deenjen dus op 1, Vos 2, Vollering op 2. En zij verslaat daarmee ook nog de winnaar van de Amstel Gold Race, de Poolse Nieuwe Doma. Want ook die was supersterk vandaag. Leontien van Moorsel. Wat denk je ervan, van Marjan? Heeft ze een foutje gemaakt? Nou, een foutje gemaakt. Allereerst complimenten naar Marianne. Als je ziet, ze heeft toch best wel een hele moeilijke periode achter de rug. En als je ziet hoe dat ze terugkomt. En ik vond ze vandaag eigenlijk ijzersterk. Ze maakt misschien een heel klein foutje in de finale. Ze gaat, maar hier zit de trainer. Volgens mij gaat ze iets te vroeg aan. Had ze iets langer moeten blijven zitten. En dan had ze vandaag gewoon gewonnen. Trainer, maar kan ze daar wachten? Want natuurlijk, Longaborghini die gaat. Die kan ook winnen. Als ze weg is, is ze weg. Nou, ik denk dat Longaborghini lang niet zo snel is als Marianne. En Marianne baalde dat, ja, gewoon inderdaad het foutje wat ze gemaakt heeft, maar dat gebeurt. Aan de andere kant was ze ook heel tevreden, omdat ik voor de eerste keer na de operatie in het begin van het jaar gewoon weer echt het gevoel had van, ja, ik kan weer echt meedoen. En dat is gewoon een lekker gevoel. Dus ze hangt een beetje op twee gedachten. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel overheerst dat ze gewoon tevreden is. Dat ze dadelijk anderhalve week naar de Giro kan gaan. En daar gewoon eigenlijk weer bijna elke dag kan meedoen voor de overwinning. Ja, want Gert Jacob, ze moet natuurlijk Marianne Vos daar op het einde. Ze zit als enige, Trek heeft er twee. Ze moet daar eigenlijk alle aanvallen pareren. Ze moet iedereen terughalen. Van Vleuten ging nog een keer. Ja, daarom. Dus die actie die ze deed, als ze blijft zitten, dan wint ze sowieso niet. Ja, Marianne Vos, een fenomeen, fantastisch gekoerst en dan word je net geklopt. Ja, ik vind er geen schande. Ik kan er alleen maar een diepe buiging voor maken. En voor degene die derde wordt, Demi Vollering ook. Geweldige wedstrijd, daar maken die dames er tegenwoordig altijd van. Hè? Ja, Leontien, dat deed je ook in jouw tijd. Maar onze Nederlandse meiden, wereldtop. En overal waar ze aan de start staan, maken ze geweldige, mooie wedstrijden. Dan zit je gewoon op het puntje van de stoel naar deze wedstrijden te kijken. Ja, Maurice Jessen die sprak gisteren al met Demi Vollering. Die sprak er ook vanochtend trouwens bij het ontbijt. Want die wist, Demi die kan hier wel eens voor een verrassing zorgen. Was goed bij het NK, goed bij het EK. En wij kenden haar al, stiekem, van de Volta Limburg Classic van afgelopen jaar. Franciska Koch daar voorop met Demi Vollering in tweede positie. En met Suzanne Andersen daarachter. Vollering gaat er dan vandoor. En dan zegt Koch eigenlijk, oké, dit was wat het was. Vollering wint de wedstrijd voor de vrouwen, voor Park Hotel Valkenburg. En dus weer een succes voor die ploeg. Goed gedaan, Demi Vollering, 22 jaar. Met een hele goede sprint. Ja, zo staat het Nederlandse wielrenner er dus heel goed voor. Hele goede sprint, zei Xander Kleijgers, nog collega Leontien van Moorsel. Dan is het mooi met zo'n Demi die eraan komt dat de Tour de France eindelijk werk maakt weer van de vrouwen. Ja, ik heb begrepen dat ze in 2022 de vrouwen weer een week willen laten koersen. Niet tijdens de Tour de France, maar wel losgekoppeld daarvan. Ja, dat is mooi. Dat is machtig mooi. Ik had het nog mooier gevonden, maar logistiek schijnt dat dus heel erg moeilijk te zijn als ze gewoon gelijktijdig zouden rijden. Mm-hmm. Want ik heb in 1989, die Tour die won ik niet, daar werd ik 31ste. En heb ik in het voorprogramma van de mannen mogen rijden. Ja, en als je aan mij vraagt, ja, dat vergeet je nooit meer. Dat is heel die beleving eromheen. Dat is machtig mooi. En dat zou ik de generatie van nu ook heel graag gunnen. Om toch te profiteren van de publiciteit, ja, van alles. De toeschouwers. Ja, dat is, ja, dit jaar is dat natuurlijk minder. Maar op het moment dat we alles weer onder controle hebben, ja, dan is dat natuurlijk machtig mooi. Ook voor die vrouwen. En dan vind ik het eigenlijk jammer dat ze het los gaan koppelen. Ja, maar het is wel een stapje vooruit, dat is natuurlijk absoluut wel mooi. En dan moet je ook aanspreken, want je bent natuurlijk ook tweevoudig winnares, hè, van die Tour Féminin. Ja. Ooit nog een keer met 9 seconden op Johnny Longo, kunnen we ons herinneren. Dat spreekt tot de verbeelding. Daarmee heb je ook de basis gelegd wel wat de dames van nu kunnen doen.
Ja, dat is al heel lang geleden. Maar ja, dat was machtig maar mooi. Maar staat ons nog op het netvlies? Ja, absoluut. Weet je, als ik terugdenk, ja, het is voor mij natuurlijk een beetje dubbel. Want je wint daar de Tour, maar bij mij ging dat gelijktijdig in een moeilijke fase van mijn leven. Want om de Tour te winnen ontwikkelde ik een eetstoornis. Dus dan win je de Tour en ja, dan ben je ziek en dan geniet je er niet... Ja, ik heb er niet echt van genoten. Ik zou heel graag die periode in mijn leven zou ik heel graag over willen doen. Gewoon met een gezond lichaam en een gezonde geest en dan nog een keer die Tour winnen. Ja. Dan kun je er echt intens van genieten. Gaan we dadelijk nog een keer uitgebreid over praten, want je bent onder andere gestart met het Leontienhuis. Ja. Maar we gaan even naar Frankrijk, want daar staat Maurice Jesse. Die had factor 50 meegenomen, maar die heeft hij vandaag niet nodig. Maurice, je hebt gisteren Demi gesproken, vanochtend ook nog even gezien. Waar is ze? Ja, op dit moment zitten ze allemaal in de auto, in de bussen. Ze waren bij de ploegleiding heel tevreden met die derde plek. Ze gaf het vanochtend ook eigenlijk al aan. In het hotel van, ik voel me goed, ik voel me fit, ik ga een mooie wedstrijd rijden. En dat die woorden geen loze woorden waren, heeft ze natuurlijk ook bewezen met die uitslag. Maar ondertussen zijn ze op weg naar Nederland. Ze willen namelijk met de hele ploeg voor 12 uur de Nederlandse grens overschrijden, om het zo maar te zeggen. Want dan scheelt dat namelijk een dag quarantaine. Dat is het doel. De ploeg van Parkhotel Valkenburg wil op tijd de Nederlandse grens bereiken. Ja, dat is inderdaad nog spannend, want inderdaad, iedereen die nu aan Nice komt, die moet 10 dagen in quarantaine. Daar hebben wij gelukkig geen last van, Ger. Nee, maar dat denk je eigenlijk helemaal zo niet over na. Maar dat is natuurlijk wel wat voor die ploeg en ook voor Demi Vollering. Dan moet je 10 of ik weet niet hoe, heel veel dagen in quarantaine. Dan kun je dus niks. Dat wil dus ook zeggen dat ze niet alleen buiten mogen gaan trainen? Of dat wil zeggen alleen dat trainen ze al... mag wel, maar geen wedstrijden, geen talkshows, dat zit er allemaal niet in. Heel saai. Niet samen met de ploeg trainen. Nee. Nee, dat is inderdaad moeilijke complicatie, moeilijke implicatie ook van wat er gebeurt. In Heerlen waait het ook hard, daar gaan we een blaadjes. Maar we weten dat we de mannenkoers daar krijgen. We kunnen nog even terugkijken naar die sprint. Uiteindelijk zoals die wordt aangetrokken door de Italiaanse, door Longaborghini. Hier komt ze en hier gaat Marjan Vos. En ook bij de NOS zei ze al, wat een overmacht. Ze wint voor de derde keer deze wedstrijd. Maar dan blijkt toch dat het net iets te ver is. En dat de Engelse, waar ze in 2012 nog moest passen op de Olympische Spelen, dat ze nu net op tijd het wiel voor dat van Marjan Vos drukt. En dus ook een keer wint. Leontien van Moorsel, een Nederlandse wint niet. Misschien toch ook wel een klein voordeeltje? Nou ja, ik denk dat het voor het wielrennen is het goed als er ook een keer een buitenlandse wint. Ja, ze zijn zo overheersend. In Nederland, ja, het is niet normaal hoe breed en hoe goed, zeg maar, dat de dames wielrensters op dit moment zijn. Het zijn elkaars grootste concurrenten. Dat zijn de Nederlandse rensters op dit moment. Want ze kunnen stuk voor stuk kunnen ze grote koersen winnen. En ja, daar hebben we op dit moment hebben we daar wel mee te maken. Ik denk dat de bondscoach, die heeft het heel erg moeilijk. Nou, Louis de Blij, hoe komt dat? Want je traint natuurlijk een aantal van de dames. Hoe komt het dat die zo sterk zijn? Nou, ik denk dat we al zelfs vanuit de tijd van Leontien... Je hebt rolmodellen nodig. Leontien was zo'n rolmodel. Daardoor zijn heel veel meisjes gaan fietsen. Nou ja, dan wordt de keuze een stuk groter. En nou, als je er veel hebt, die fietsen, zitten er ook altijd talenten bij. Nou, als je talenten hebt, dan komen er ploegen. Waar de begeleiding weer net wat beter is, gaan zich meer mensen daarmee bezighouden. Dan maar krijg toch zo'n Annemiek van Vleuten bijvoorbeeld, hè, die was wel altijd goed. Maar die is pas eigenlijk op latere leeftijd echt top, top, top en bijna onverslaanbaar geworden. Nou ja, daar zit een heel verhaal achter. Die is pas op de 25e gaan fietsen. En die was eigenlijk meteen al, had hij best wel een redelijk goed niveau. Alleen ja, die werd eigenlijk een beetje als klassieker specialiste gezien. Hè, want ze was wat aan de zware kant op dat moment. En gewoon ja, maar ook meer als de rechterhand van Marianne Vos. En de rechterhand van Marianne, omdat ze in die ploeg zat. En uiteindelijk ging Rabobank een wielerploeg starten. En toen kwam uiteindelijk Annemiek bij mij en ook Marianne in die tijd. En toen zijn we gaan samenwerken. En toen zei zij van, ja, iedereen zegt dat ik klassieke renner ben. Maar waarom zou ik eigenlijk niet bergop kunnen rijden? Ik zeg, ja, ik zou het niet kunnen bedenken. Volgens mij kun jij gewoon bergop rijden. En toen hebben we, nou, wat
plan gemaakt voor wat meer jaren. Wat is er nou nodig om beter bergop te gaan rijden? In haar geval was het vooral om meer te gaan fietsen. Eigenlijk was het niet zo heel erg moeilijk. En dat hebben we over jaren eigenlijk opgebouwd. Wat eigenlijk resulteerde in 2016, wat echt haar doorbraak ook bergop was. Dat was eigenlijk het eerste jaar dat ze bergop ook gewoon met de beste mee kon. Ja. En dat hebben we verder uitgebouwd. De hoogtestages zijn erbij gekomen. En dat blijkt voor haar heel erg goed te werken. Ja, ze is ook wel enorm vermagerd. Ze is een stuk slanker dan dat ze was een aantal jaren geleden. Dat klopt. Toevallig stuurde ze van de week nog een foto door van haar eerste jaar bij, Nederland Bloeit of zoiets, een ploeg. Ja. En ja, als je die foto ziet met nu, dan zie je nu een echte topatlete. En toen was het gewoon iemand die gewoon lekker sport, zeg maar. Maar toen rezen ze dus ook al uitslagen. Ja, Nederlandse dames dus top. Hoe zit het dan met de Nederlandse heren? Vandaag hadden we in de Tour dus ook die eerste etappe, Nice. En normaal gesproken is dat altijd toch iets voor de statistieken. Maar vandaag eigenlijk kwamen de grote favorieten al meteen in de problemen door de moeilijke omstandigheden. Frank Monen met de samenvatting. Dit zijn de beelden die we de komende 3 weken gaan zien in het Franse land. Maar we willen renners zien. Waar is het peloton in deze eerste etappe van en naar Nice? Daar rijden ze op de wegen in de Côte d'Azur. 3500 kilometer voor de kiezen in deze Tour. En deze eerste etappe is best pittig met 4 cols. Maar we houden allemaal van de Tour. En zeker de Fransen. En die vallen aan met Cher. En dan 2 Fransen erbij. Grelier en Gauthier. En die maken de koers, maar krijgen niet echt veel ruimte. En wat doet Tom Dumoulin in de staart van het peloton? Dat is toch geen goed teken. Maar hij is even aan het eten, dus geen paniek. Wel paniek bij Alaphilippe, de Franse smaakmaker. Hij heeft pech en moet een materiaalman hebben. En hij komt wel weer terug in het peloton. Maar er wordt gevallen. Het wordt natter en natter. En het wordt chaotischer en chaotischer in Nice. Want dit is de valpartij van bijvoorbeeld Pinot. Nieuwe zit erbij. En ook wat mannen van Ineos. En Ineos is natuurlijk de ploeg van Bernal. Die hebben alle mannen nodig. Bijvoorbeeld deze Sivakov. Hij heeft ook schade, maar zal de eindstreep wel halen. En dan zegt vooraan Jumbo, zegt van jongens, laten we even rustig aan doen. Een soort neutralisatie. Laat de mannen achterin even terugkomen. En dan zou de rust terug moeten keren. Maar Astana denkt, nee hoor, wij gaan gewoon koersen. Wij gaan vol naar beneden. En kijk, Lopez daarachter knalt vol tegen een verkeersbord. Dat is de straf. En dan is de rust inderdaad terug. Maar daar zien we dat toch weer een valpartij is. Bij George Bennett van Jumbo. Ook hij heeft schade. Dan denk je, het is rustig. Maar dan is het niet rustig. De laatste 3 kilometer weer wordt er gevallen. En nu is het Pinot, de Franse favoriet die gevallen is. Maar hij heeft geluk dat het net binnen de 3 kilometer gebeurt. En dus dat hij geen tijd gaat inleveren. We krijgen dan de massasprint. Rechts Alexander Christophe. Is het de Noor die dan gaat winnen in deze eerste en chaotische etappe? Ja, want hij rijdt iedereen naar huis. Pedersen en Kees Bol kunnen niet volgen. En dus een verrassende Noorse overwinning in Nice. En hij krijgt morgen ook de eerste gele trui in deze etappe vol valpartijen. Ja, zo was de schade dus heel erg groot in die eerste etappe. Want we hebben Sivakov gezien, belangrijke adjudant natuurlijk van Bernal. Thibaut Pinot die ging naar de grond. Dat is een van de tourfavorieten. Maurice Jesse heeft het gevolgd. En Maurice, er was veel kritiek onder andere op de organisatie. Ja, want het waren toch wel echt fikse regenbuien die hier in Nice en omgeving vielen. Het heeft hier al vrij lang niet meer geregeld. Met als gevolg dat de olie van het asfalt loskomt. Dat is dan zo'n laagje wat boven op het wegdek blijft liggen. Met als gevolg de vele valpartijen die we zojuist eigenlijk hebben gezien. Na afloop was onder andere Robert Geesing van Jumbo-Visma dan ook ontzettend boos op de UCI over de omstandigheden waarin deze allereerste etappe van de Tour is verreden. Wij hebben geprobeerd. Er was de eensgezindheid in het peloton. De renners vonden het allemaal te gevaarlijk. Iedereen had ploeggenoten op de grond zien liggen. Ja, kom bij jou. En op dag 1, het was spekglad. Die laatste afdaling, overal olie. Als dat niet geneutraliseerd gereden wordt, dan gaan we met 20 gedaan over de muurtjes heen. Dat is gewoon belachelijk. En UCI doet niks. Die laat het gewoon gaan. Wij moeten de boel neutraliseren, anders dan is het gewoon één groot drama. Vragen we of er ook de tijd genomen kan worden, zo gezegd, zodat de klassementsmannen in ieder geval wegblijven. Dus ja, ik vind het echt belachelijk en het was gewoon heel gevaarlijk.
En op zo'n moment zijn we altijd heel blij dat we een man uit koers aan tafel hebben. Gert Jacobs, wat gebeurt daar nu precies? Ja, in de Tour, de eerste etappe is altijd al hectisch. En dan regent er vandaag ook nog bij. Ik geloof dat in Nice, dat het 5 dagen per jaar regent. En dan met de start van de Tour de France regent het ook. Nou ja, Robert zegt het al heel goed, hè. Dan een beetje een olielaag over de weg. Ja, dan zijn het net van die lottoballen die links en rechts voorbij worden gekegeld. De ene na de andere valpartij. Ja, zo wil je liever de Tour de France niet beginnen. Maar ja, het hoort er natuurlijk wel, het hoort er wel een klein beetje bij. En heeft hij gelijk? Had het eerder geneutraliseerd moeten worden? Of heb je het gevoel van, ja jongens, het is part of the game. Dat is ook een beetje de charme van de Tour. Dat is het. Ik begrijp Robert Geesink wel, maar ik vind niet dat een organisatie de koers moet neutraliseren. Weet je, we hebben hier wel te maken met een Tour de France. En de renners hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. En als die 168 wielrenners denken dat veel te gevaarlijk is, nou, dan rij je met elkaar maar gewoon rustig naar beneden. Maar je kan natuurlijk niemand verplichten om daar rustig naar beneden te fietsen. We hebben hier wel te maken met de Tour de France. Ja, het is gevaarlijk, maar de organisatie kan natuurlijk niet weten op voorhand dat het vandaag regent. Ja, wat doet Tony Martin op een gegeven moment in die koers als het echt gevaarlijk wordt? Nou, dat doet hij supergoed en er wordt dan ook gewoon naar geluisterd. En dat duurt dan maar even, hè, dat luisteren. Want daar gaan de 4 van Astana's naar. Die denken van, we gaan toch nog even koers maken. Het glad zijn zal wel meevallen. En we zien daar Lopez een vreselijke schuiver maken. Dus die worden gelijk wel even terechtgezet. Ja. Voor jouw gevoel, wat betekent dat voor bijvoorbeeld zo'n etappe van morgen? Want we hebben Pinot gezien, hè? Die heeft pijn. Zo'n Sivakov, wat toch een hele belangrijke man is, ja, voor zeker Amador, Ineos. Die deed natuurlijk super in de Dauphiné, Amador inderdaad. Van Ineos ook, ja. Ja, morgen dan wordt het een hele... Ja, morgen hebben we gelijk een bergetappe. En als je vandaag op de grond hebt gelegen, ik heb Pinot zien finishen. Nou, hij zag er nogal een beetje uit. Het shirt fladderde aan zijn lijf. Dat wordt vannacht niet prettig slapen en morgen ook zeker niet prettig koersen. Maar goed, weet je, wij kijken naar Jumbo-Visma als chauvinistische Nederlanders. Ik vooral en ik denk wij allemaal. Ze zijn uit de problemen gebleven. Bennett is wel gevallen, dus die hebben hun portie ook wel gehad. Maar Sjors, die kwam gewoon weer terug bij het peloton. Ja, ik ben content met deze etappe van vandaag wat de Nederlanders betreft. Ja. Louis de Leij, u bent trainer natuurlijk van Jumbo-Lang geweest en nu van de, onder andere veel meer atleten. Van Vleuten kennen we natuurlijk. Er is op dit moment een soort filosofie, een gedachte, een idee wat bij heel veel sporters populair is, speelt. Antifragiel, met de gedachte van goed, je kunt vallen, je kunt een keer een flinke shock maken, het kan tegenzitten, maar als je daar overheen komt, dan word je daar veel sterker van. Hoe heb je dat gebruikt in bijvoorbeeld de training van Vleuten? En hoe zou zo'n Thibaut Pinot daar vandaag voordeel van kunnen hebben? Of is dat op de korte termijn? Nou, ik denk dat Thibaut daar vandaag heel weinig mee kan doen. Die gaat hier morgen niet beter van zijn. Maar je moet dat ook een beetje in een figuurlijke zin zien. Ja, dus zeg maar, je maakt iets mee in je leven. Nou, Annemiek is heel bekend verhaal, het Rio-valpartij-verhaal. Ja, dat was natuurlijk de Olympische Spelen. En ik denk dat die valpartij, of die ervaring, ervoor heeft gezorgd dat ze nu zo goed is. Waarom? En ik denk dat het komt doordat zij zich daar gerealiseerd heeft dat ze echt de beste van de wereld kon zijn. En dat die ervaring op dat moment veel belangrijker was als die gouden medaille. Ja, tot die tijd eigenlijk won ze niet zo heel veel. Nee, heel weinig. Heel weinig. En daar dacht ze, ja, maar ik ben eigenlijk veel beter als dat ik dacht. En dat is voor haar een motivatie geweest om dat op te pakken. Eigenlijk al een week na die Spelen. Ik denk dat ze voor de Spelen, weet ik, misschien 3 wedstrijden gewonnen heeft. En ze is gevallen, vliegt naar huis, gaat naar Levigno trainen. Daarna won ze de Ronde van België, denk ik, waarvan ze 4 etappes won. Het ging maar door. Nou, dat is iemand die beter wordt van een negatieve ervaring, zo moet je dat eigenlijk een beetje zien. En dat zie je eigenlijk bij alle toppers wel. Ik denk dat Leontien ook een mooi voorbeeld is. Die heeft een moeilijke periode meegemaakt. Die is er een tijdje uit geweest. Daar is een hele hoop over gezegd. Maar zij is op eigen kracht teruggekomen. En eigenlijk sterker dan ooit. Want daarna heeft ze er gouden medailles nog gehaald. Zowel in Sydney als in Athene. Nou ja, dat is. Ik denk dat, zeg maar,
het begrip antifragiel, dat moet je gewoon hebben als topsporter om echt de beste te worden. Ja, en is het ook iets waar, ja, want dat is altijd fijn natuurlijk, als we thuis op de bank zitten en we kunnen iets leren van de sporters. Op het moment dat we zelf zo'n ervaring hebben gehad, daar we ook iets aan hebben. Nou ja, kunnen we daar ook op projecteren? Natuurlijk, ik bedoel, de ervaring waar we het nu over hebben, je maakt iets mee. Nou ja, we zitten nu in de coronaperiode, dat is voor heel veel mensen heel erg lastig. Maar er zijn ook dingen die je ervan kunt leren. Nou, die ga je op het moment dat dit hopelijk een keer achter de rug is, die ga je dan wel meenemen. Ja. Ja, topsporters hebben ook wel de kwaliteit om een tegenslag te parkeren. Niet te lang terugkijken, weet je, want dat schiet niet op. Morgen wordt het gewoon weer licht en dan moet je ook gewoon weer verder. En wat Van Vleuten, die lag daar echt voor dood op de grond. Ja. En als je dan een aantal weken later daar de Ronde van België wint, en wat jij al zegt, een aantal etappes. Ja, ik vind dat bewonderenswaardig en echt super knap. Nou ja, ik bedoel, het mooiste voorbeeld nogmaals zit hier naast. Mm-hmm. Om dat niveau te bereiken, om echt de beste van de wereld te zijn, om zo goed te zijn, ja, dat zijn speciale mensen. Ja. Wat zeg je dat netjes? Ja. Nou ja, nou dat is gewoon zo. Dat zijn bijzondere mensen. Want ja, anders zou iedereen wereldkampioen kunnen worden. Maar dat is niet alleen in fysieke zin zo. Ik bedoel, Leontien die zal echt wel zeg maar, de goede genen hebben om heel veel energie te kunnen leveren en hard te kunnen fietsen. Maar daarnaast, daar horen ook heel veel mentale eigenschappen bij. En ik denk dat het iets is wat je kunt ontwikkelen. En vaak zie je dat iemand iets meemaakt wat vaak dan traumatisch kan zijn. Mm-hmm. En dan kan er twee kanten op gaan. Of je gooit de boel erbij neer. Of je zegt van ja, hier kan ik iets mee en ik word er beter van. Nou, bij jou is het voorbeeld, jij bent er beter van geworden uiteindelijk. Leontien, zullen we nog eens terugkijken even naar het WK 1998 in Valkenburg. Dan moet ik even de mensen in de regie waarschuwen, want die zijn nu heel boos. Die denken van ja, dat hadden we helemaal niet afgesproken. Maar toch gaan we dat nu even doen. En dan gaan we kijken naar wat toch eigenlijk de mooiste tranen waren uit de wielergeschiedenis. Want we weten dat daar inderdaad een heel verhaal aan vastzit. Hier zijn ze, die tranen. Het WK in 1998 in Valkenburg. En we weten dat Leontien toen uit een moeilijke periode kwam. Want hier gaat ze op dat wereldkampioenschap tijdrijden hebben we. En dan komt ze binnen op een tijd. Ik kan het niet helemaal zien, maar ik denk dat het 51-14 is. Daar gaan we dan vanuit. Dit is in ieder geval het handje die weet, ik heb het heel erg goed gedaan. En dit is de dame uit Oezbekistan, toen nog de Russische. En we weten dat ze met de naam Zabirova is en dat ze in Atlanta nog een keertje goud won bij de Olympische Spelen. En die komt hier binnen. Ze start voorop, maar verliest hier uiteindelijk 3/10 op Leontien. En dan krijgen we de mooie, kneuterige beelden uit Bergen ter Blijt. En Leontien, de wereldkampioen. Zoals we dat nu eigenlijk missen, die omhelzingen. Dat gevoel inderdaad, Leontien. Want je was het, hier klinkt het. In Middeidoren, Leontien Zeilaarde van Dorsel Hollande. Eerste wereldkampioen. Ja, prachtige beelden. Dus even. Maar het was op het moment, Leontien, dat je dus inderdaad heel moeilijk had. Je refereerde net al aan de eetstoornis. Hè. Je bent dan nu begonnen aan een Leontienhuis. Wat doen jullie daar precies? Nou, wat doen we daar precies? Het voelt voor mij eigenlijk op het moment dat je een eetstoornis hebt. Ja, dat is geen leven. Leven met een eetstoornis is echt geen leven. Het voelt voor mij echt dat ik eigenlijk de mooiste 8 jaar van mijn leven weg heb gegooid. Want als jong kind droom je ervan om een keer de Tour te winnen. En dan win je de Tour. En dan maak je dat niet bewust mee. Omdat die eetstoornis je overkomt. En ja, dat is gewoon zo'n rotgevoel geweest. En dat gevoel wat ik toen heb gehad, ja, dat gun ik echt helemaal niemand. En als je ziet dat er nu heel veel kinderen getroffen worden door anorexia of bulimia, ja, die wil ik dit gevoel geven. Dit gevoel wat ik nu heb, dat zij net zoals ik de balans terug gaan vinden in hun leven. En niet alleen die kinderen, maar met name helpen we hele gezinnen. Want op het moment dat een kind binnen een gezin een eetstoornis heeft, dan leidt een totaal gezin, gaat eraan onderdoor. Dus wij begeleiden niet alleen de kinderen, wij begeleiden ook de ouders en de verwanten, zeg maar. Die begeleiden wij in het Leontienhuis. En dat is een inloophuis. Wij werken met heel veel lieve vrijwilligers en heel veel mensen die het zelf hebben ervaren. En wat wij doen is
Ja, wij investeren gewoon heel veel tijd. Want op het moment dat jij een psychisch probleem hebt, dan heb je één ding heel hard nodig. En dat is tijd. En dat is een luisterend oor. En dat is eigenlijk wat wij doen in het Leontienhuis. En ze aan de hand beetnemen en weer op zoek gaan naar nieuwe kwaliteiten. Ja, dat was een mooi moment van waardering, van respect ook. Toen prinses Máxima op bezoek kwam om het Leontienhuis te openen. De opening van het Leontienhuis, geopend door onze majesteit. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat is echt een bekroning op het harde werken. Ja, Leontien, dus het is niet alleen voor sporters, maar het is ook voor andere mensen, begrijp ik. Ja, nee, het is, er komen ook heel veel sporters die problemen hebben. Want in de sport zijn heel veel sporters die een probleem krijgen, die een probleem hebben met eten. Dus die helpen we ook. Maar ja, we helpen kinderen van 10 jaar, maar we helpen ook volwassen vrouwen van 30 en van 40 jaar. Ja. Ja, fantastisch dat je doet. Heel veel succes met dat initiatief. We gaan even naar de filosoof van Heerlen, want we weten, we zitten hier in de Oostelijke Mijnstreek en dan heb je natuurlijk begrippen zoals het Glaspaleis of Bijsmans. Dat zijn natuurlijk bekende cafés. Maar als je dan naar La Veneziana gaat, dan kom je daar Wiel Verhezen tegen. Een icoon uit de Limburgse wielersport. Zolang gaat hij al mee als journalist van het Limburgs Dagblad. Tenminste, dat was hij decennia lang en is er nog altijd. Hier lopen 19 Tour de France's. Als journalist voor het Limburgs Dagblad stond hij naast de allergrootste. En volgde die ook de Limburgse renners uiteraard op de voet. En haalt die herinneringen op. De drie overwinningen van Peter Winne in de Alpen, die ik alle drie heb mogen meemaken. De twee ritzegers van Ad Wijnands. Die andere Limburgse ritwinners, Frans Maassen, maar bijvoorbeeld Jan Krekels en Jan Nolte, dat heb ik niet, ja, heb ik aan de radio of tv meegemaakt. Kijk, die Limburgse ritoverwinningen, dat speelt natuurlijk mee. Je bent weliswaar journalist en onafhankelijk en onpartijdig, maar het doet je wel wat. Die ritzegen van Jo Maassen was ook fantastisch. Maar Jo reed toen een voortreffelijke tour. Ik geloof dat hij 7e of 8e geworden is als debutant. Ik denk dat we ruim 30 Limburgse renners in de Tour hebben gehad sinds 1939. Zeg ik, Heerlen heeft geen etappefinish gehad, wat Maastricht wel heeft meegemaakt en Valkenburg. Maar verder is er toch de link met de Tour is bijvoorbeeld al het jaarlijkse profcriterium dat hier, waar wij nu zitten, plaatsvindt. Die ik overigens de laatste jaren niet meer bezoek. Het succes is te groot, het is met de druk. Vergeet niet, ik ben de 80 voorbij, hè. Ja, prachtig. En die mensen die moeten we echt koesteren. En zo kijken we ook terug op de mooie historie van Limburg in de Tour de France. En zo gaan we onder andere terug naar 1947. Oh, dat bedoel ik. Il est temps pour un peu d'histoire du Tour du Limbourg. Met pijn en moeite heeft Joris van den Berg 6 Nederlanders in een internationale ploeg kunnen werken. De Korver van Schendel, Voren, Schellingerhout, Zij en Jansen laten Parijs achter zich. Het wordt een martelgang. Zeker in de bergen, waar Italianen en Fransen de toon aangeven. Vooral Camellini, Lazarides en Robic maken in die eerste tour de dienst uit. De Nederlanders past slechts bescheidenheid. Het is Robic die in Parijs gehuldigd wordt. En Tjefke Jansen spoelt als enige Nederlander die Parijs haalt alle vermoeienissen weg. Dan kunnen we het hebben over de dag van morgen, want dat is natuurlijk de dag waarop we een hele grote kool krijgen. Eerste categorie, maar eigenlijk buitencategorie, zei Thijs Sonneveld. De Col de Turini, klopt dat, Gert Jacobs? Morgen is echt een bergetappe, hè? We krijgen gewoon twee kools en die Col de Turini, die is net zo steil als de Alpe d'Huez, hè? Dat is 14 kilometer met een gemiddelde van 8%. Ja, morgen dan... Vandaag hebben we wat beleefd, maar morgen, de tweede etappe, gaan we het weer beleven. Ja, onwaarschijnlijk natuurlijk. Op de tweede dag dat we meteen al de berg in gaan. Maurice Jesse, die ging al eens kijken. Dat is de eerste scherprechter in deze Tour de France. 1607 meter hoog en dan te bedenken dat de renners starten vanaf zeeniveau in Nice.
Een berg met heel veel haarspelbochten, stijgingspercentage gemiddeld 7, maar er zitten stukken bij, er is het bijna 10%. De Col zat voor het eerst in de Tour de France in 1948. Louis-Jean Boubet kwam toen als eerste boven hier. Een etappe die begon in San Remo en eindigde in Cannes. 2019 zat deze klim ook in Parijs-Nice. Daniel Felipe Martinez kwam toen als eerste boven. En de Colombiaan is nu een van de kopmannen bij het team van Education First. Ja, dat is dus inderdaad de etappe van morgen. Nu hopen we dat Ivo op zijn laptop inderdaad het nummer heeft gevonden. Ah, daar is de ode aan de coureur. De charme van live. Lek Nelissen, Ivo van Rosbeek. Jongens, het is aan jullie. Dankjewel. Hij was sterk, Rinnebeer. Hou longen. Wie een beert. En er wordt gewassen op de Limburgse eert. Dat zo ze drek. Dat werd een coureur. Die giet tot het verrek. Zag jikkere connoisseur. Van Jozef, altijd op kop. Vol in de wink, op weg naar de top. De coureur dat blijft dit liggen, steed altijd weer op. Moet afzien en liegen, geht op moraal en kost wat kost. De coureur dat kan niet sterven, wil op een slechte dag. Gelos, voor immer gelos. Stamt en stoemt, kilometers lang, alleen, met haar kop in de wink. En werd er weer een keer geklopt, of op de meet geflikt, dan had ze in een stols, dat het toch niks had geslikt. Voor altijd op kop, vol in de wink, op weg naar de top. Steed altijd weer op. Moet afzien en liegen op moraal en kost wat kost. En de coureur die kan niet sterven. En in een slechte dag komt het zo los. Voor immer gelos. Fantastisch jongens. Ode aan de coureur van Lex Nelissen en Ivo van Rosbeek. Louis de La Haye heeft het even vertaald voor Leontien van Moorsel. Louis, wat heb je precies gezegd? Hoe heb je het gedaan? De essentie? Eigenlijk ging het ook gewoon over antifragila. Die coureur die staat altijd weer op. Ja, staat altijd weer op inderdaad. Maar ja, Degenkolb die hoeft niet meer op te staan, want die is ook gevallen vandaag. En die is buiten de tijd binnengekomen. Oh. Natuurlijk ook wel jammer, want die heeft ook een geweldige terugweg gemaakt na een hele moeilijke val afgelopen jaren. Gert Jacobs, hoe wordt dat nu morgen in die etappe met zoveel schaafwonden en blauwe plekken? Ja, maar morgen vind ik er gewoon gas geven. Weet je wel, je hebt helemaal geen reet aan om een beetje rekening te houden met Pinot of die gasten die allemaal zijn gevallen. De mannen van Jumbo-Visma, die zijn super in orde. En morgen moet je ze gewoon gas geven en nergens naar kijken. Hoe gevaarlijk of hoe wild het ook is. Maar zou morgen dan ook zo'n dag kunnen zijn, hè, want we kijken natuurlijk normaal gesproken naar tweede en vooral derde week, dat je eigenlijk morgen al je slag moet slaan? Niet afwachten. Als jij morgen gewoon goed bent en je ziet dat je concurrenten het moeilijk hebben, dan doet morgen maar gelijk. Kijk, Jumbo-Visma, die hoeft nergens naar te kijken, man. Ze hebben de beste ploeg van de wereld.
Weet je, ook al komen ze morgen in geel. Dan gaan die gasten toch gewoon 3 weken volhouden. Daar hoef je toch helemaal niet... Waarom moet je kijken naar anderen of een beetje rustig aandoen en denken van... We moeten krachten sparen voor de derde week. Dat moet je helemaal niet doen. Misschien is hij al na 2 weken opgehouden. Dat kan natuurlijk ook, hè, met alle coronaperikelen. Dus je moet toch improviseren, Leontien van Morsen. Ik zou je graag willen vragen. Hè. We hebben natuurlijk Roglic, Dumoulin toch een beetje de favorieten. Bernal, die leek onverslaanbaar, maar in de Dauphiné ineens moest hij passen. Moest hij lossen. Heeft hij rugproblemen. Speelt dat qua gevoel in de Tour? Voel je dat mentaal? Nou, als hij echt rugproblemen heeft, dan gaat hij dat voelen. En als dat echt zo is, ja, dan is dat niet goed voor je moraal. Mm-hmm. Weet je, wat Gert net zegt, ik denk dat Jumbo-Visma, heel die ploeg, die heeft zoveel moraal. Die hebben in de aanloop naar de Tour, stuk voor stuk, allemaal, ja, alleen de valpartij van Steven Kruiswijk. Maar voor de verder rest, ja, die hebben... Ja, die zijn in de breedte zo sterk. Dus ik deel die mening die Gert net aangeeft. Van laat maar zien en laat de concurrentie maar bang. Gewoon erop kletsen, ja, morgen eigenlijk. Oké, gewoon gaan. Ja, een van die jongens die moet gewoon gaan. Ik denk Wout van Aert. Nou, zou heel mooi zijn. Ja, ben je het eens? Gelukkig. Eens, oké. Okay. We zullen het zien. Hè. Zou mooi zijn. Krijgen ze een mooie prijs. Kunt u trouwens thuis ook winnen. Want we hebben de allermooiste fiets. Die wordt gemaakt in Limburg. Misschien wel de mooiste fiets van de wereld. De beste. Ik heb hem ook. Heb je hem ook? Ja, echt. Zie je. Dat gaat vanzelf. Maar niet te trappen. Uitgeleend, Leontien. Ja, komt. Ja, weet niemand. Echt best bewaardig heim van Limburg. Maar is echt fantastisch. Kunt u winnen. En ik zou u ook graag een shirtje willen laten zien. Maar dat is er nu even niet. Maar dat kunt u wel winnen als u de antwoord weet op de vraag van Quizzelen. Et maintenant nous allons Quizzelen. Wat was de eerste functie van dit historische, iconische gebouw in Heerlen? En dan hebben we het over het jaartal 1933. Ondertussen heb ik het shirtje gekregen en moet ik en de microfoon en het shirtje vasthouden om u te kunnen laten zien wat u kunt winnen. Mooi shirt van Tour de Limbourg, nieuwe versie. Dat is voor de winnaar van inderdaad de dagprijs. En uiteindelijk denkt u dan mee van die prachtige nieuwe fiets. Het is ook nog de duurste uitvoering ook nog, joh. Het is echt, mooier krijgen we hem niet. Gert mag niet meedoen. Nee, jammer, hè? Ja, dat is wel jou. Ik weet het antwoord ook niet, hoor. Nee, ik weet ook niet helemaal. Goed, nog even, ik weet wel welk gebouw het was trouwens. Kijk. Maar nog even naar de dag van morgen. Krijgen we dan misschien nu, anders dan in andere Tour de France, al een voorbeslissing en een voorentscheiding, Louis de La Haye, op de tweede dag? Nou, Leontien zegt dat Wout van Aert gaat winnen, dus dan krijgen we geen voorentscheiding. Er zullen een paar sprinters, denk ik, morgen uit het klassement gereden worden. Top van de Turini die ligt op 35 kilometer van de finish. Dus er zal wel een schifting komen, maar ik verwacht niet dat ze al daar gaan aanvallen. Ik bedoel, ook Jumbo niet. Om toch een beetje te sparen nog voor... Het is gewoon nog te vroeg in de koers. En wat dat betreft had Joop altijd al gelijk. Het is nog heel ver naar Parijs. Als we in Parijs komen natuurlijk, dat zeg je ook heel terecht. Maar de verschillen zijn tegenwoordig zo klein dat het behalve gewoon hard fietsen ook heel veel tactiek en pokeren is. En ik denk dat nog niet iedereen zijn kaarten op tafel gaat leggen. Maar misschien Boegman, misschien Bernal, nog een beetje pijn van de rug, Pinot, misschien nu kwetsbaar. Nou, Bernal zeker niet, denk ik. Nee? Dat zit ook niet zo in het systeem van die ploeg, denk ik, om nu al grote risico's te nemen. Dan zie ik Primoz bij wijze van spreken er eerder toe in staat als hij de kans ziet. Ja. En je moet ook gewoon de kansen pakken als ze zich voordoen. Heel mooi. Hartstikke bedankt voor jullie komst. Leontien van Morsel, Louis de La Haye en Gert Jacobs. Morgen zien we elkaar ook weer. En dan zijn we op het Münsterplein in Roermond. Veel mooier wordt het dan ook niet. En misschien dan wel inderdaad die voorentscheiding. Al weten we dat we dinsdag ook nog een keer naar Orsières gaan. Daar gaan we ook heel hoog de berg op. Maar het plezier en het grote verschil zit hem in die eerste week van de Tour misschien wel. Dumoulin in ieder geval overleeft in deze eerste etappe. Ik zie u morgen weer terug met een hele mooie start van de Tour de France. Tot morgen. Merci, bonne nuit et à demain.